Hey YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe video. Vandaag deel 2 van het verlaten slachthuis. Veel kijkplezier, we gaan leuke dingen beleven. We gaan verder het proces in, of niet, ik heb eigenlijk geen idee. Niet voor menselijke consumptie. Hier ging echt het afval heen. Want niet voor de mensen. Maar hier is het gefikt, maar hoe krijg je dit in de brand? Het is allemaal beton en staal. Kijk, het heeft wel goed gebrand, joh. Allemaal een goed aanslag op de muren. Gadverdamme. Vies. Stinklucht. Gelukkig hebben jullie geen geuren. YouTube. Gelukkig bestaan we nog niet. Voor jullie. Want anders ging je echt... Ruikt hij naar dode varkens, naar dode dieren, het algemeen, en brand. Ik weet ook niet hoe gezond dit voor mij is, en voor Jelle om hier rond te lopen, maar... Ja, misschien wel. Als we naar het oud zijn, hebben we rare ziektes. Allemaal stickerrollen hier, en een oude pompwagen. Oh, hier is het hele dak naar beneden gekomen. Helemaal van die stickers. Rund. Hé, daar werd hij ook koeien geslacht. Ja. Kijk, varken. Oorsprong varken. Oh, die kan ik wel gewoon laten zien, staat in de adres op. Denk ik. Hier staat. Oh, daar werd hij koetjes en varkentjes. Vermoord. Hoeveel zieltjes hierin zullen hangen nu? Oh, dat zijn die kleine lieve biggetjes. Vind je niet leuk? Vind je niet leuk? Nou ja. Weer een koelcel. Koelcel in een koelcel. Ja, dit is van Delsen, denk ik wel. Ja, dat is even zo. Als ze door midden gesneden zijn, dan hangen ze aan haken in een grote koelcel. Klopt inderdaad. Dat kan hier niet. Hier leggen we hierin, leggen we van Delsen. Ja, hier moeten ze vrachtwagen uitreageren en dan gaan ze daar de fabriek in. De laatste minuten werden hier gevierd. Nou, ik denk dat dit een koelcel is geweest, een hele grote. Oh, en hier ook weer, kijk dan. Hoe bizar groot. Hier ook weer zo'n deur. Ook allemaal weer, oh, is allemaal naar beneden gekomen. Denk ik. Wow, dit is gewoon één grote koelcel geweest. Hier ook weer. Eén grote koelcel. Waar ze gewoon nog even hingen. Wachten totdat ze in carbonaatjes gemaakt werden of iets. Gekke shit hier. De hele procesband. Niet te veel ademen hoor. Niet te veel ademen. Zo gekker. Gelukkig kwam er een trein voorbij.
Ja, leek zo. Is dat leuk zo? Allemaal cool cellen hier, hè? Allemaal cool cellen. Allemaal van die banden, karatjes. Kijk, ze hebben het weer aan de voorkant dichtgemaakt. Ja, hier werden ze waarschijnlijk uit de koelcel bij de laadhok zo erin gegooid. In een vrachtwagen, nou ja, verpakt waarschijnlijk al. Sportbanden aan het plafond. Gek joh. Ja, hier werden ze zo uit de koelcel gereden. Zo de laaddok eigenlijk in. Vrachtwagen. Verpakt met een mooie sticker. Ja. En dan die grote karkassen, zeg maar, die in tweeën, die hangen volgens mij. Hangen. Die hangen in de vrachtwagen. Oh. Dus die hangen hier. En die gaan dan naar de slager. Oké, daarheen en dan gaat daar de trailer in. En die gaan naar de slager en dan wordt die daar gewoon verder verwerkt tot een biefstukje of. Ja, dat is daar helemaal een stuk. Ja. Daar komen de verschillende lapjes tevoorschijn. Ja. En hier werden ze gewoon gehalveerd en gereinigd. Nou, zeg het maar, we gaan erheen. Verder. Verder. Ja. Bijzonder, een diadeem. Dit is hier groot. Weer van hier op de deuren. Vleeshandel, blur. Aangepaste kledij verplicht. Ingang, versnijderij. Ik loop hier en lig gewoon niet echt zo mooi. Echt vleesmus. Vet. Die zijn al helemaal afgesleten. Ja, daar hebben ze flink al wat mee uitgehaald. Oh, hier kwamen we niet vandaan. Ja, dat is het. We gaan even naar het kantoorgebouw, maar we gaan achterom, want we gaan even wachten om over het open veld te lopen. Want ja, dit dierenpension ernaast, of een ander gebouw ernaast. Die, oh, het is lekker warm buiten. Ja, zo, dat knapt wel. Heerlijk. Goedemorgen. Nou, we gaan hier lachen. Ja. Grappig. Magazijntje. Ja. Nou, ik denk dat we via daar naar binnen kunnen. Het is een soort cool ventilatoren. Oh ja, is goed. Die spannende beelden. Ja, dit zijn de bekende kratjes, hè? Dit, ja. Nou, er staat een reclametje. Hier kunnen we niet verder die kant op. Oh jawel. Oh, maar dat. Nee. Niet? Nee, ja, ik ga niet helemaal naar onder kruipen. Daar zou doorgaan. Ik weet niet waar we daaruit komen. Dat wordt heel smal naar achterin. Dat heel snel even de andere kant binnen te komen. Ja, is goed. Gaan we hier weer naar buiten. Frisse lucht.
Dat is toch de snelste route van. Nee. Oeh, een putje. Een heel diep putje. Ja, dat is allemaal groot, zou ik allemaal als spul binnen. Ik zie de tandwielen van de projectiemachines. Zo, hier ligt nog maar wat spul. De kant, Oh, die vaten daar. Er zit geen vaat in, die liggen er al even. Die vaten daar, er zit geen vaat in. Kijk dan hoe mooi het hier is. Nou ja, mooi, dat blijft een slachthuis. Maar ja, hier kwamen ze naar binnen toe. Oh, nog een pompkar. Allemaal chemicaliën. Lokkers. Verstoring technisch niet. Varkensdarmlijn. Nou, lekker weer. Darmslijm? Nee, hier. Oh, slijm. Varkensdarm slijm. Ik dacht lijn. Omdat ik dacht bij storing technische dienst telefoonnummer. Slijm. Oh, hier hebben we ook nog echt varkentjes gezeten, denk ik. Kijk dan. Balen. Echt balen dit. Echt balen. Ja, ik zag het al, dikke 35 euro, check, een klikcheck. Maar ja, mensen, wanneer jullie dit zien, heb ik waarschijnlijk al meerdere delen gemaakt, misschien wel twee, misschien wel drie. Het is zo enorm groot en we hebben echt alles nog niet gezien. En ik probeer het altijd zo kort en mogelijk en strak te houden, maar ik wil jullie ook altijd alles laten zien. Dus ja, misschien wel hoeveel delen we eindigen. Wanneer jullie dit zien, zijn we nog op deel 20 of zo. Geen idee, maar... Oh, Jelle. Ja? Zullen we hier weg? Wat? Nou, we verstoren de broedplaats van een duif. Oh. Nee. Maar ik vind het zielig als hij hier zit en broeder wij lopen in rond. Dus ik ga weg. Sorry duif. Rustig, blijf maar op je eitjes. Ah, hier kunnen ze ook zitten te broeden. Hoor. Hier ook allemaal. Dat hoorde er ook gewoon bij. Oeh, gadverdamme. Kijk dan, al die oren die moesten bewaard worden als bewijs dat die geslacht was. Het gaat even niet goed. Wil je het weten? Als een dier geslacht werd, dan moet het oor met label... Die ligt daar verraad op de grond? Nee, die moet bewaard blijven als bewijs. Een hele vriezer vol. Alleen die vriezer, die staat niet meer aan. Ik hing erboven en murren, joh. Kijk dan. Ik raak helemaal niks, hoor. Dat wel, hè? Hier. Oh, die geur kwam je tegemoet. We willen graag naar het kantoor, maar het hek is gesloten. Dat is een beetje jammer. Even kijken of we een andere route kunnen vinden. Ja, moet ik er wel aan de andere kant.
Met een omweg zijn we alsnog bij de kantoren aangekomen. Oh ja, niet alle laadhoeks waren dichtgemaakt inderdaad. Nee. Alleen maar een gat in zat. Maar ja, om die hele roldeur omhoog te gooien had ik ook niet zin in. Daar is een andere kant, die roldeur open. Wat zo'n kinderfiets hier nou weer. Bijzonder verhaal. Mende. Deur toe, AUB. Nou, we zijn welkom, maar we moeten hem toedoen. Nee, dat gaat ons niet lukken. Zet op slot. Druk het eruit. Nou ja, dan wordt het hier door. Maar ik denk niet dat we als we hier staan, dat we ook naar boven kunnen. Niet zoveel zin in. Hier was de kantine. Nog één. Even jullie naar binnen filmen. Geen idee wat je ervan ziet. Nou, een soort barretje nog. Grapsig. Het is de kantine. Ja. Ook niet. Het is allemaal dichtgemaakt. Ja, ook dat nog. Geen ingang privé. Zou de baas al gewoond hebben? Naar boven. Ja. Nou mensen, ik zie... Oh, nog een tap! Jelle. Ja. Nou, kunnen we via de achterkant? Nee. Misschien is achter een deur. Even, het is wel een feest, hè? Een kapot, nee. Ja, hebben ze dat voorgezet weer? Het is niet open. En daar zit je meteen aan de weg. Ja. Nou ja, ik ben bang dat we hier niet inkomen. Hier volle weg, snel lopen. Geen zin in gedonder en gaalhoer. Die hebben ze helemaal dichtgemaakt. Nee. Ja, leggen dan vooral als ik zie hem ze leggen daar. Nee, dat heeft geen zin. Dat werkt niet. Nog wat labeltjesmachine. Ook niet geen deur vooraan. Die open is, hier zit de klinker op. En hier kan je, dus is het niet eens een ding. Dus we gaan de video zo even afsluiten. Dus ik ga de video afsluiten hier achter mij. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Voor mij zijn het echt een paar delen geworden. Maar ik wil zoveel mogelijk laten zien in zo kort mogelijk tijd. En dan maak je gewoon 10 video's van een half uur. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en die blauwe duimpjes omhoog te doen. En gewoon volgende week weer kijken, want dan zijn we weer ergens anders. En kijken of we daar binnenkomen. En dan zien we een andere video. Mensen, check jullie. Laters.